Van 31 oktober tot en met 18 november vindt oefening Falcom Autumn plaats. Tijdens Falcom Autumn oefent de krijgsmacht het beschermen van het NAVO-grondgebied. De oefening zal plaatsvinden in de provincies Friesland, Groningen, Noord-Brabant en het Zuid-Hollandse Valkenburg. De uitvalsbasis van de helikopters zal zijn in de Luitenant-Generaal Bestkazerne in de Vredepil. Doen er ook militairen uit andere NAVO-landen mee met deze oefening? Ja, we zijn hier 3 weken aan het oefenen op de Luitenant-Generaal Bestkazerne. En dat doen we met Nederlandse, Poolse en Amerikaanse militairen. We zijn hier dus nu met 33 helikopters van 3 verschillende landen. En dan hebben we ook nog eens een basis waarbij luchtafweer, die wordt gebruikt voor de legering van luchtafweersystemen. Past helemaal in het scenario wat we oefenen de komende 3 weken. Is ook helemaal relevant met het conflict wat op dit moment woekert aan de oostgrens van het bondgenootschap. Dus ik kan me geen betere locatie wensen om deze oefening vorm te geven. Normaal gesproken staan de helikopters gestationeerd in Gilserijen. Waarom komen die dan nu naar de Vredepil? Waarom wordt dat nu vanuit Gilserijen gedaan? We zijn deze 3 weken dus aan het oefenen met helikopters inderdaad van het Defensie Helikoptercommando van de Luchtmacht. We doen dat ook met militairen van de Landmacht van de 11e Luchtmobiele Brigade. En als we die 2 eenheden samenvoegen, krijg je het 11 manoeuvre bataljon. Er is heel wat ophef geweest in de gemeente Venray over dat deze luchtbasis weer open zou gaan. Kunt u daar iets meer over vertellen? Nee, ik ben zelf niet betrokken bij het wel of niet opengaan van deze luchtmachtbasis. Wat ik wel kan vertellen van de week die ik hier nu ben, is dat het een fantastisch mooi gebied is. En een ontzettend mooie basis om vanaf te mogen opereren. Iedereen is op de hoogte van Rusland en Oekraïne, wat er allemaal aan de hand is. Hoe groot achten jullie op dit moment de kans dat deze oefening binnenkort realiteit wordt? Nou, wij trainen altijd alsof het realiteit zou kunnen worden. Dat is eigenlijk de kern van ons optreden. We train as we fight and we fight as we train. Dus deze oefening is zeker relevant. Ik denk dat het voor iedereen mega tastbaar maakt waarom dit soort oefeningen nodig zijn. En wij trainen hier ook alsof we in een daadwerkelijk conflict zijn. Want schieten jullie met echte kogels? Schieten jullie op scherp? Nou, dat is misschien de enige uitzondering. Nee, wij schieten niet met scherp. Wat we trainen in deze oefening is een grootschalige complexe luchtlandingsoperatie. Dat doen we als gevolg van een artikel 5 scenario, waarbij dus ons eigen bondgenoot of ons eigen grondgebied of ons bondgenootschap wordt aangevallen door een vijand. Die vijand die komt het land in en het is aan ons als NAVO om die vijand tegen te houden en te verjagen. Weten de militairen die meedoen aan deze oefening ook wanneer ze eventueel geraakt zijn en wanneer niet? Ja, daar hebben we verschillende manieren voor. Dat kan de oefenleiding zijn die vertelt, je bent nu geraakt. We hebben ook systemen daarvoor dat we kunnen detecteren als wij schieten, bijvoorbeeld met onze Apache-helikopters, op objecten op de grond, of ze geraakt worden of niet. Dus het scenario wordt daardoor heel erg realistisch. Ik heb ook iets opgevangen dat het een soort lasergame is. Dat militairen op hun vestje wat ze aan hebben een melding krijgen op het moment dat ze geraakt worden. Ja, we kunnen dus onze militairen uitrusten met vesten en onze geweren inderdaad met een soort lasersysteem. Zodat als je op elkaar gaat schieten, dat je dat weet als je geraakt wordt. Zodat onze militairen op zijn allerbest voorbereid zijn, mocht nooit aan de man komen. Nou, belangrijk of onze tactiek en onze procedures of die effectief zijn. Dat weet je eigenlijk maar op 1 manier is door het te testen. Hoeveel militairen doen er ongeveer mee in deze oefening? Nou, ik las zelf ook in het nieuws dat er wel 1000 militairen en 35 helikopters meedoen, of 37 helikopters aan deze oefening. Hier op de Vredepil hebben we een kamp opgericht uit het niets, waar we tot 700 militairen kunnen legeren. We zijn hier op dit moment met 33 helikopters en 500 militairen aan het deelnemen aan deze oefening. Is dit de aankomende 3 weken ook de thuisbasis voor de hele oefening, of zijn er meerdere locaties door het hele land? Nou, we gebruiken hier de Luitenant-Generaal Bestkazerne als een staging area. Daar ontvangen we de eenheden, daar trainen we ze, daar integreren we ze. En vanaf hier kunnen we inderdaad ook deployen naar het inzetgebied. We gebruiken nog meer de vliegbasis Delen en de Arnhemse Heide en de Ginkelse Heide. Als een plek waar we de helikopters tanken en waar we de eenheden op gaan halen die we gaan inzetten voor een air assault. En daarnaast zul je zien dat we door heel Nederland, Noord-Nederland en West-Nederland, maar Drenthe, Groningen, Friesland, Overijssel, dat de gebieden zijn waar we gaan oefenen. We hebben het nu continu gehad over de helikopters die vliegen en de oefeningen die de krijgsmacht doet eigenlijk. Maar is er niet veel meer voor nodig om zo'n kampement en zo'n oefeningsterrein op te bouwen? Komt er niet heel wat meer bij kijken? Ja,
de unity for effort die nodig is om dit kamp neer te zetten en om deze operatie mogelijk te maken, die is enorm. We hebben hier dit kamp opgebouwd in 2 weken, maar daar komt alles bij kijken. De logistiek, de elektriciëns, de GU, dus de mensen die het kamp daadwerkelijk bouwen, maar ook de koks om het eten voor ons te maken. De mensen die dat eten moeten uitserveren. Het is echt één grote logistieke en ondersteunende operatie die ervoor zorgt dat uiteindelijk die helikopters de lucht in kunnen en hun effect kunnen bereiken om te beschermen wat ons dierbaar is. Mocht het nodig zijn, is dit dan een voorbeeld van een kampement zoals het er in de oorlog aan toe zou gaan? Ja, je ziet al dat ik gelijk stop met lachen op de vraag of het realiteit is. Kijk, het doel van Defensie is om te voorkomen dat er oorlog komt. Maar ik denk dat wat we hier zien, zo'n operatie als dit, dat het hedendaags meer dan ooit realiteit blijkt. Dat over de inzet van de krijgsmacht die we altijd willen voorkomen natuurlijk. Maar als het nodig is, dan kunt u op ons rekenen en dan staan we er. En als ik dan kijk naar het kamp hier op Luitenant-Generaal Beskazerne, dan is dit een heel erg reëel scenario die we nu ook zien ontwikkelen aan de oostkant van het bondgenootschap. En zoals ik zei, dit kamp kan je opzetten in alle landen. Dus als het nodig is, dan worden we gedeployed en dan staan we er klaar voor om onze waarden en ons welzijn te beschermen. Het is voor de inwoners van Venray misschien een overlast, maar het is en blijft noodzakelijk belang dat deze oefeningen plaatsvinden. Ja, het is van enorm groot belang dat deze oefeningen plaatsvinden. Door deze oefeningen te kunnen doen, maar we maken daar ook dankbaar gebruik van, van die mogelijkheid. We trainen alsof het echt is. We worden daardoor beter, zodat als er op ons beroep op ons wordt gedaan, dat we ook kunnen doen wat er van ons verwacht wordt. Ik denk dat sommige mensen zullen het wellicht als overlast ervaren, andere mensen zullen het misschien heel mooi vinden. Ik zag hier net een formatie terugkomen van helikopters. We houden echt rekening met de omgeving, we blijven op hoogte, we houden ons aan de routes die voor ons zijn ingesteld. En ik vond het zelf een enorm mooi gezicht. Ik hoop ook dat de omgeving Venray het plaatje wat ze dagelijks langs zullen zien vliegen kunnen waarderen.